Als je denkt dat je een euro hebt en het is 1,50, ben je blij? Ja, dan ben je blij inderdaad, ja. Ja, dolblij zelfs. Het is, ja, het was voor een... voor het publiek denk ik wel een aardige wedstrijd. Het ging natuurlijk op en neer. En dan waren wij wat sterker, dan waren zij wat sterker. En ja, twee verschillende systemen tegenover elkaar. Hè. Ook niet alledaags. 3-5-2 van ons tegen een 4-4-2 en een ruit van Rijnsburg. Twee verdedigingen die de grootste moeite hadden. Zeker in de eerste helft om die goals tegen te houden. En het ging maar op en neer. En ik vond in de eerste helft, of dus zeker het begin van de eerste helft, dat wij een aantal keren heel goed die lijnenlagen ook openen. De twee spitsen gekozen voor Frank in de spits en Marciano uiteraard. Met inspelen spits en doorbewegen. Nou, het lukte heel aardig, want die goal kwam ook daar vandaan. Maar ja, binnen een minuut was het weer 1-1. Ja, wat, voor een trainer was dit, ja, weet je wil graag controle over een wedstrijd hebben en vanuit daaruit winnen. Ja, dat was dit niet. De tweede helft ietsje meer. Ja, weet je. Ja, Mengelink die flikt het gewoon weer. Je kan, als Mengelink er niet is, dan wordt het gewoon 1-1. En nu win je 2-1. Dat is natuurlijk geweldig. Mooi om hem erbij te hebben, uiteraard. Kan je de teleurstelling bij Rijnsburgse Bosch snappen? Ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk sowieso altijd schuren als je verliest in blessuretijd. En natuurlijk begrijp ik dat. De jongens hebben ook er hard voor gewerkt en zo. Ja, het is, ik vind het ook wel knap van onze ploeg, want wij met Katwijk, we hadden echt vier geblesseerde spelers. Maar wel veel in de as van het veld. Dus twee centrale verdedigers, we hebben Paul dan nog laten spelen. Paul de Lange. Ja, Paul de Lange nog laten spelen, omdat we gewoon keihard nodig hadden op dat moment. En dat hebben we toch goed opgevangen. De jongens hebben keihard gewerkt. En ja, normaal gesproken wel net niet genoeg geweest voor die drie punten. En nu wel. Aan de andere kant wat ik zeg. We hebben de hele wedstrijd met drie verdedigers gespeeld. Tegen toch wel topaanvallers. Hè? Want Jonge Nelen en Tillema, dat zijn toch wel gewoon toppers. Dus wat dat betreft is het ook niet zo heel raar dat je het dan lastig hebt. Ja, we moeten ervan maken. Ik heb geen moment rustig op mijn stoel gezeten. En we hadden van tevoren nog wel gehoopt dat er wat meer sneeuw zou vallen. Dat begrijp je. Alleen, ik had begrepen dat hier in Rijnsburg hadden ze die sneeuw ook wel verwacht. Dus ze hadden al een heel groot zeil hadden ze besteld. Hadden ze binnen van als het gaat sneeuwen, dan leggen we het zeil neer. Want dat moet gewoon doorgaan. Ja, zo werkt het natuurlijk. Achteraf, blij dat het doorgegaan is. Hè? Ja, achteraf blij dat het doorgegaan is. En drie punten, dus nog 9. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Zie je. Dankjewel.